Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb hier een Action shoplog voor je. Ik ben naar de Action geweest. Het feit wil, ik ben namelijk bijna jarig als ik deze video opneem en wilde nog wat versiering hebben om het huis te versieren. En ja, dat is gewoon het handigst bij de Action. Daarnaast had ik nog wat andere dingen nodig, dus ik heb weer het een en ander bij de Action gehaald. En eigenlijk, zoals altijd, ga ik jullie dat laten zien in deze shoplog. Dus mocht je benieuwd zijn naar de spulletjes die ik dit keer bij de Action heb geshopt, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd weer in beeld neerzetten. Ik heb ook een aantal dingen gekocht die in de aanbieding waren en daar zal ik een sterretje voor zetten. Zodat je weet dat de prijs wat kan verschillen. Als dat je het normaal koopt, omdat het dus in de aanbieding was. Ik begin dan ook gelijk met 4 producten die niet in de tas pasten. Dat zijn 4 van deze bakken. Ik laat er gewoon even eentje zien. Het zijn die van die papierbakken, waar je dus heel handig papier in kunt opbergen. Voor degenen die nieuw zijn op mijn kanaal en mij nog niet zo lang volgen. Ik heb boven op zolder heb ik nog een extra kamer die ik aan het opruimen ben. En daar wil ik dus ook wat dingen gaan organiseren in deze bakken. Ik vind het bijvoorbeeld handig om van die doorzichtige hoesjes hierin te leggen en papieren en zo. Dus ik dacht, nou, dan zijn die bakken wel handig. Je had ze in het transparant en in het zwart. En ik vond zwart het mooiste, dus ik heb 4 van deze bakken in het zwart gekocht. Je kunt ze gewoon opstapelen. Kijk, ik zal er eentje bij pakken. Die kun je er dan dus zo bovenop zetten en dan kun je zo je papieren insteken. Je kunt ze natuurlijk zo hoog maken als je zelf wil, maar ik dacht voor nu, ik heb aan 4 van die bakken wel genoeg eigenlijk. Dus die heb ik sowieso eventjes meegenomen. Dan heb ik een beker meegenomen. Hij is van glas en deze houd je drinken koud met een rietje, heeft zo'n bamboe dop. En hier kun je dus drinken in doen, maar is ook heel erg handig voor bijvoorbeeld een koude koffie. Even kijken of er nog iets op staat. Het is borosilicaatglas met een siliconen omslag en hij houdt je drinken dus extra koud. Smell, there's a cold drink staat erop. Je had deze in diverse kleuren. Ik vind het nog wel eens lekker om een ijskoffie te nemen. Is het gewoon lekker als die lekker koud blijft in zo'n beker. En dan heb je gewoon lekker een rietje waar je uit kunt drinken. Ik heb dan roze genomen omdat ik roze het mooiste vond. Ik heb hem ook nog in het oranje gezien. En er waren nog een paar andere kleuren, maar die weet ik niet meer precies. Maar ja, ik vond deze wel heel erg leuk. Hij kan overigens in de vaatwasser en is BPA vrij. Maar goed, ik heb geen vaatwasser, maar ik vond hem gewoon heel erg leuk. Dan heb ik hier een houten blok. En die vond ik wel heel erg leuk om foto's mee te maken. Kun je gewoon leuk wat artikelen opleggen voor de productfotografie. Ik heb wel het idee dat hij niet heel erg mooi is, maar dat is gewoon, ja, ze zien er allemaal een beetje anders uit, zeg maar. Maar het is, ja, het is gewoon zo'n blog waar je dus foto's op kunt maken van producten wat ik dus doe voor de blog. Ga even heel goed zoeken hoor. Dan kwam ik dit tegen. Dit zijn siliconen cleaning gloves. Dit zijn van die handschoenen waarmee je dus heel makkelijk kunt schoonmaken. Je kunt zelfs erover gaan met je huisdier. Over je huisdier gaan, maar ook gewoon heel erg handig voor pannen. En je kunt hier dus gewoon over je borden heen gaan. Even kijken of er verder nog iets op staat wat interessant is. Als het in het Nederlands erop staat. Het is een 2-in-1 handschoen en een schrobber. Borstels of sponsen zijn niet nodig. Herbruikbaar, beschermend en krassen niet. Multifunctioneel, nou, hij is 100% van siliconen. Je had deze in verschillende kleuren en ik vind het wel gewoon handig. Want ik gebruik altijd met schoonmaken handschoenen en ze leken mij met afwassen wel heel erg fijn. Het schoonmaken niet direct, want daar zijn ze net iets te groot voor. Hoop ik dat ze om mijn handen heen passen, want ze zijn echt best wel groot. Maar ja, ik vond het wel interessant uitzien, dus ik dacht die ga ik sowieso maar eens proberen. Dan heb ik van Kaitan van die banden meegenomen. Dit zijn van die elastische banden en ik dacht eigenlijk dat dit ook van die banden waren om
om je voeten heen te doen. Nou weet ik dat niet. Volgens mij heb ik daar de verkeerde voor meegenomen. Dit is 15 kilogram en eigenlijk is het voor een muscle workout, zie ik nu. Voor een upper en lower body. En ik dacht eigenlijk dat je dus deze, dat dit van die stretchbanden waren meer. Maar dat zijn het dus niet. Maar het zijn wel gewoon, ja, het is ook wel handig voor, misschien ook wel voor je rug. Omdat ik best wel snel last heb van mijn rug, dat ik dan een beetje kan rekken en strekken. Dus ja, die heb ik ook even meegenomen. Dan heb ik een setje met washi-tape meegenomen. Dat zijn deze. Die vond ik er wel heel erg leuk uitzien in zo'n doosje. Het zijn 36 washi-tapejes van 3 meter met folie en glitter. En ze hadden diverse varianten, maar ik vond deze wel heel erg leuk. Ook omdat er wat zwarte tinten bij zitten, vond ik dat wel heel erg leuk. Er zitten dunne en dikke bij. Dus ik vond die wel heel erg leuk. En ja, die heb ik dus ook even meegenomen. Dan hadden ze nu bij de Action ook voor de Apple Watch een screen protector. Dit is een hard plastic screen protector. Aangezien ik een Apple Watch heb, vond ik dit wel handig. Want ik heb er nu een cover overheen zitten, maar die verlies ik nog wel eens. Dus ik wil eigenlijk weer een siliconen onderkantje met gewoon een screen protector. En deze heb je in verschillende varianten, verschillende maten. Ik heb de 38 mm, want mijn horloge is 38 mm. Maar je hebt hem, deze is voor de serie 1, 2 en 3. En ja, dit zijn gewoon van die handige protectors die eigenlijk op internet een stuk duurder zijn. En bij de Action betaalde je er gewoon een stuk minder voor. Dus ik ben wel blij dat ze die hebben. En ik hoop ook eigenlijk wel dat ze die houden. Dat zou wel heel erg handig zijn. Dan heb ik een whitening pen meegenomen. Die wilde ik nog weer een keertje proberen. Ja, ik merk toch soms wat plekjes. En het is een ultrafine brightless easy reach design. En een hele zachte applicator. Dus die wilde ik nog een keer gaan proberen. Misschien wel leuk voor een review. Om te kijken of dat dit werkt. Dus daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar deze pen. Want ik heb al van het charcoal poeder gebruikt. En dat werkt gewoon helaas toch niet zo goed. Dus ik ben wel benieuwd of dit misschien wat meer doet. Maar dat ga ik wel eventjes testen. Het is wel heel zacht. Dus het zou als goed is geen schade leveren aan je gebit. Dan heb ik een bakvorm. Ik wil voor mijn verjaardag een taartje gaan maken voor de visite. En daar had ik een bakvorm voor nodig. Die had ik niet. Dit is een bakvorm van 26 centimeter. Ze hadden geen andere formaat. Het is trouwens geen bakvorm. Het heet een springvorm. Die je dus dan gewoon aan de zijkant kunt openmaken om je taartje eruit te halen. Dus daar ben ik wel, ja, die had ik gewoon even nodig. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Dus ja, hopelijk ga ik hiermee een goed taartje kunnen bakken. Het is heel lang geleden dat ik dat heb gedaan, dus ik ben wel benieuwd. Dus dat gaan we eventjes meemaken. Dan heb ik stofzuigerzakken gekocht. Ja, ik heb natuurlijk een nieuwe stofzuiger en had ook daar zakken voor nodig. Bij de Action zijn ze gewoon het goedkoopst. Ik weet niet of deze goed past. Ik heb wel even gegoogeld en volgens mij is dit wel voor mijn stofzuiger. Dus dat moet ik even gaan proberen. Ze zijn bij de Action niet zo duur. Kijk, mochten ze niet passen, dan weet ik dat ze bij de Action geen zakken hebben voor mijn stofzuiger. En zal ik het elders moeten gaan halen. Maar goed, dan kan ik het in ieder geval eventjes proberen. Er zitten 5 zakken in en ook een filtertje. Dus nou ja, prima. Maar volgens mij is dit wel voor mijn stofzuiger als ik het zo zie. Dus dat zou natuurlijk top zijn. Ik kan eens even kijken. Ja, volgens mij wel. Nou ja, ik ben wel benieuwd. Heb ik in ieder geval zakken en ben ik gewoon minder duur uit als bij andere winkels. Dan heb ik even wijnglazen meegenomen. Ik heb laatst een wijnglas kapot laten vallen en toen had ik er nog 1. En toen dacht ik, nou het is toch wel handig. Het is eigenlijk vooral voor de visite. Ik drink zelf geen wijn. Ja, ik wil als ik wel eens een keer een drankje in Jill's Shop zou drinken of een Apple Blended, gooi ik het wel eens in een wijnglas. Vind ik dan net iets fijner drinken als uit zo'n flesje. Maar ze hadden helaas geen los meer. Ik had eigenlijk gewoon het liefst gewoon 1 wijnglas gehad. Maar goed, die hadden ze niet. En dit vind ik nog wel een redelijk formaat. Komt wel een beetje overeen met het formaat wat ik had. Ja, ik weet dat ik ze toen de tijd los heb gekocht. Maar ik verkoop ze dus niet meer los. Dus ja, dan maar gewoon een hele set. Het is dan eventjes niet anders. Dan heb ik een mapje gekocht.
Ik bewaar in dit soort mapjes altijd de pakbonnen van pakketjes. Na zoveel tijd kunnen ze weg, maar voor als er nog eens wat bij is, weet je wel, dan denk ik, nou, dan kan het wel eventjes hierin opgeborgen worden. En mijn mapjes die zaten eigenlijk wel redelijk vol, dus ik dacht, nou, laat ik maar even een nieuwe meenemen. En dit is gewoon zo'n basic mapje met zo'n knoopje en ik vond het designtje wel leuk. Dus ik dacht, nou, die neem ik even mee. Weet je, die kosten bij de Action Top bijna niks. Dus die zijn altijd wel handig. Dan heb ik eventjes weer een wasmiddel meegenomen. De Color van Robijn, die haal ik eigenlijk altijd bij de Action. En ik was eigenlijk zo goed als weer door mijn wasmiddel heen. Dus ik dacht, nou, dan heb ik er weer even eentje staan. Dat is altijd wel eventjes fijn. Ja, weet je, als het goedkoper kan, waarom zou je het dan duurder gaan halen? Hier zitten dan 15 wasbeurten in. Dit is de Pink Sensation, ruikt prima en ik... Ik ben gewoon heel erg verknocht aan Robijn. Dus ja, dan neem ik gewoon altijd standaard Robijn. Dan heb ik even een stofferen blik voor binnen meegenomen. De laatste tijd heb ik iets met glas. Ik laat nog wel eens wat vallen. En dan mis ik toch een stofferen blik dat je alles even bij elkaar kunt vegen. Dus ik dacht, nou, nu ben ik bij de Action. Laat ik er maar eentje meenemen. Ik heb gezellig voor een roze kleur gekozen. Vond ik wel fijn. Ik heb ze wel vaker gehad, ook in andere kleuren. En die zijn eigenlijk prima. Maar het is gewoon handig om weer eentje te hebben. Die kan ik dan eventjes in de meterkast ophangen. En als ik hem dan nodig heb, dan kan ik die pakken. Want ja, ik miste het gewoon heel erg. Dan heb ik ook nog eventjes een afwasmiddel gekocht. Die heb ik al wel vaker gehad van de Action van hun eigen merk. En die vind ik eigenlijk wel heel erg fijn met orange en jasmijn. Die, ja, die maakt eigenlijk prima schoon en ruikt niet heel overdreven vuil. Maar gewoon een lekker subtiel geurtje. Ja, die vind ik wel fijn. Er zit 500 ml in. Die heb ik weer eventjes in backup. Want afwasmiddel gaat er bij mij helaas best wel hard doorheen. Dan heb ik ook eventjes een map gekocht. Want ja, ik was een beetje met mijn administratie bezig. En mijn map die knalde bijna uit elkaar van de ellende omdat die te vol zat. Ik dacht, nou, laat ik maar even een nieuwe meenemen. Dit is gewoon zo'n ringmap. Ring, ja, het is eigenlijk geen ring. Ja, er zitten 4 ringen in, maar niet zo'n map waar 23 ringen in zitten. Maar prima, ik vond het printje ook wel leuk. Love Yourself staat erop. Binnenkant leuke hartjes met blauw. Dus nou, prima map. Het is gewoon een A4 map en dan kan ik mooi weer eventjes wat dingen gaan ordenen. Want dat wordt best wel snel in de troep en daar kan ik niet zo heel goed tegen, moet ik zeggen. Oh. Even kijken hoor, ik heb siering die ik heb. Volgens mij heb ik niet overdreven. Ik had al wat dingen gehaald, maar ik heb nu er nog bij gehaald. Spiraaldecoratie vond ik wel leuk. Ik ga mijn huis helemaal versieren. Het wordt een bijzondere leeftijd, want ik word tenslotte 30. En ongeacht dat ik dat best wel moeilijk vind, ga ik wel mijn huis wat extra versieren. Dus dan heb ik van die spiraaltjes gehaald. Heb ik eigenlijk nog nooit gehad. En ik heb ook weer eventjes ballonnen meegenomen. Dit zijn de metallic ballonnen. Dat vind ik ook altijd wel leuk, gewoon even ballonnen ophangen. Ik heb ook nog wat andere versiering gekocht. Maar die heb ik niet bij de Action gehaald. Maar die vond ik ook wel leuk. En dan vind ik metallic ballonnen toch weer wat specialer als andere ballonnen, zeg maar. Dan heb ik hier nog zo'n blaadje, ja, een blaadje gekocht. En ik had deze al in 2 kleuren, namelijk in het zilver en in het goud. En nu kwam ik hem in het zwart tegen. En ook deze gebruik ik heel veel bij fotografie. Als ik foto's maak voor mijn blog, kan ik er heel leuk product op leggen. En ik vond het wel leuk dat ze hem nu ook in het zwart hadden. Ik gebruik deze echt heel veel. Dus ik dacht, nou, die neem ik ook mooi mee. Want ik vind ze gewoon heel erg fijn en handig. Dan nog even een basic item en dat is plakband. Ik was weer bijna door mijn plakband heen. Ik dacht, nou, nu ben ik er toch. Ik heb weer even, hier zitten 6 rollen op van 33 meter bij 15 mm. Nou ja, plakband is plakband. Dus ja, is gewoon handig om in huis te hebben om cadeautjes in te pakken. Ik gebruik het ook heel veel bij productfotografie. Als een product niet wil blijven liggen, doe ik er even een plakbandje onder. Dus ja, ik ben wel een veelvoudig plakbandgebruiker. Want ook in mijn bullet journal gebruik ik het regelmatig om dingen vast te plakken. Als ik iets uit een foldertje heb geknipt, kan je het niet lijmen. Doe ik er even een plakbandje over. Dus die heb ik in ieder geval ook weer eventjes op voorraad. Dan heb ik 3 setjes met handletter lettering pens meegenomen. Dit zijn speciale edities. Want ik heb er hier eentje met pastelkleurtjes. Heel erg leuk.
Kijken of er verder nog wat op staat. Er zitten 1, 2, 3, 4, 5 pennetjes in. En het is één fineliner van 5 mm. Een fineliner van 1,0 mm. Een brushtip marker van 1 tot 2 mm. En 2 Chiso calligrafie markers van 2 mm. Dus ja, die vond ik wel leuk eruit zien. En dit zijn dan de pastelkleurtjes. Ik heb dan ook de Jungle Fever. Vond ik ook wel leuk. En Crazy Neon. Die vond ik er ook wel heel erg leuk uitzien. Dus hier ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. En dan kwam ik op de knutselafdeling een Wheeling Starter Kit tegen. En hiermee kun je dus hele leuke patroontjes maken door middel van... ijzerdraad moet ik eigenlijk zeggen. En dit is dan een starterkitje. Hier zit van alles in. Hier zit een van die pinnetjes zitten erin. En een tangetje zodat je het ijzerdraadje kunt afknippen. Er zitten ook designs bij waardoor je dus eigenlijk hele leuke figuurtjes kan maken. Dus het leek me wel leuk om dit te proberen. Misschien ook nog in een video mochten jullie dat leuk vinden. Dus dat vond ik er wel heel erg leuk uitzien. Daar was ik al een tijdje naar op zoek en ook kon ik het niet vinden. Dus dat is die. En daarbij heb ik dan ook wat van die ijzerdraadjes gekocht. Ik heb hier een lila. Die zit een 1,5 meter op. Maar je kunt hier ook tekstjes mee maken zoals ik zie. Dus dat vond ik wel leuk. Dus lila draad. Dan heb ik een rood draad. Een groene. Een roze. En nog een turquoise. En een blauwe. Dus ook even wat draadjes erbij. Dan kan ik daar leuk mee aan de gang gaan. Het leek me wel heel erg leuk. Ik had het al eens een keer voorbij zien komen. En het zag er echt super leuk uit. Dus ik dacht, nou, dat wil ik wel eens proberen. Dan heb ik ook een cooling stick voor onder de ogen meegenomen. Hier was ik al een tijdje naar op zoek. En elke keer was hij er niet. En nu hadden ze hem weer. Het is eigenlijk zo'n verkoelende oogroller. Waar dus een serum in zit. Dus als je wallen hebt kun je dit lekker onder je ogen rollen. En dan zou dat het verminderen. Doordat het heel koud is. Het is een refreshing effect. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Die ga ik gewoon lekker proberen. Helpt wallen te verminderen voor een stralende huid rondom de ogen. Er zit een serum in met cafeïne. Verrijking en het trekt snel in en geeft een verfrissend effect. En je moet hem goed schudden voor gebruik. Dus ik ben zelf wel heel erg benieuwd naar deze. Dus ja, die ga ik binnenkort ook even lekker proberen. Dan heb ik nog een paar dingen van de make-up afdeling meegenomen. En dat is allereerst nog weer zo'n Elfgouden paletten. Want ze hadden een nieuwe kleur, ook wat met paarse tinten erin. En dit is de kleur 511 Live It Up. En... ik vind deze paletten heel erg fijn. En deze heeft dan net weer wat andere tinten als de andere paletten die ik heb. Ik heb er nu eentje van gebruikt en ik vond hem echt heel erg goed. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. Ik vond deze tinten ook wel heel erg aansprekend. Dus ik vind deze wel heel erg leuk. Dan kwam ik nog een ander heel leuk paletten tegen. En dit is het Clamping Squad 9 Color Eyeshadow Paletten. En kijk die verpakking, hoe leuk ziet die eruit. Het is dus eigenlijk een soort... ja, campertje. En hier zitten dus hele leuke oogschaduwkleurtjes in. Kijk, er zitten dus dit soort kleurtjes in. Met een spiegeltje erin. Waar dus ook gewoon echt gordijntjes in zitten. Er zitten dus hele leuke kleurtjes in. Namen staan eronder. Dus die vond ik er wel heel erg leuk uitzien. Daar was ik wel heel erg benieuwd naar. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of het pigment van dit paletje een beetje goed is. Dus die vond ik gewoon heel schattig. En het laatste paletten, en dat is ook gelijk het laatste artikel wat ik heb, dat is het Fab Factory Under Water Waves 12 Color Baked Eyeshadow Palet. En dat is deze. Hier zitten dus 12 gebakken oogschaduwkleuren in. Die zitten al een beetje op de achterkant. En die hebben dus een beetje een waterthema. Mooie spiegel erin. En kijk, dit zijn dan de kleurtjes. Ik vond ze er echt heel erg leuk uitzien. Ik ben wel heel erg benieuwd of dit palet een beetje goed is. Ik zag hem liggen. Ik kon het niet laten om hem niet mee te nemen. Want ik vond hem er zo prachtig uitzien. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd of dat dit palet ook een beetje mooi gaat zijn. Dus
echt een ja, heel leuk dat ik deze ook tegenkwam, vond ik zelf. Dan waren dit alle spullen die ik dit keer weer bij de Action heb gekocht. Toch best wel veel, maar ik vind niet heel veel overbodige dingen erbij zitten. Het meeste had ik ook wel echt nodig. Ja, de make-upjes vind ik dan leuk en de knutseldingetjes extra. Maar de rest was eigenlijk allemaal ook wel echt nodig, omdat ik ja, gewoon wat dingen miste. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste vond wat ik heb gekocht. Of dat je ergens heel erg benieuwd naar bent. Laat het dan zeker eventjes weten in de comments. Ja, ik bedoel, misschien vind je het leuk om van dit apparaatje bijvoorbeeld nog een video te zien. Mag je het altijd even laten weten. Of nou ja, wat dan ook. Ik ben in ieder geval heel erg blij met de spulletjes. En ga ze met heel veel liefde weer gebruiken. Ja, dit was dan ook gewoon gelijk de shoplog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje bij mijn gezicht drukken. En op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. En als je daarop klikt, ben je ook gratis geabonneerd. Verder staat daar ook een belletje naast. En als je die aanklikt, krijg je een melding van zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. Voor nu nogmaals bedankt voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!